Nou, als je met de vliegengelbruisvoerder gaat vissen, wat heb je dan nodig? Nou, heel simpel, zo licht mogelijk hengel. Soms met harde wind heb je een wat zwaarder hengel nodig. Wat bedoel ik met licht? Nou, zelf vis ik liefst met een drietje. Daarop een drijvende lijn, een leader van ongeveer 1,5 meter en een strike indicator, zoals vliegvissers dat noemen. Dat is niks anders dan gewoon een dobber. Nou, wat voor vliegen heb je nodig? Nou, daar kan je ook hele verhalen over gaan ophangen, doen we niet. Wat over het algemeen altijd werkt, zijn gewoon dat soort goudkopjes met een rood staartje, een klein lijfje van powerfibertjes. En ze mogen best wel groot zijn en that's it. Die doen het op bruisvoren heel goed, maar doen het ook goed op forel en op vlagzalm. Perfecte nymf, super.